slot Smeer Containers BV. Ook worden vanmiddag weer een samenwerking met de meest bekende gemaakt. Jans Houtman, de wedstrijd waar we zo lang naar hebben uitgekeken. Hoe leeft die bij jou? Ja, die leeft natuurlijk behoorlijk, omdat het een aparte wedstrijd is. Die twee derbies zijn fantastisch. En of dat nou in de hoofdklasse is of in de topklasse, dat maakt niet uit. Het blijven hele speciale wedstrijden. En vandaag is het natuurlijk ook nog eens in de slotfase van de competitie. En een belangrijk duel in de strijd om de titel. En het zal na vandaag nog niet beslist zijn. Maar het is wel duidelijk dat de winnaar van deze wedstrijd een hele grote kans maakt. Hoe heb je je ploeg voorbereid op deze misschien wel cruciale wedstrijd? Ja, goed, eigenlijk zoals in alle andere voorbereidingen. Dus je gaat inhoudelijk naar de tegenstander kijken. Je gaat trainen op wat je zelf wil met je ploeg. En je houdt rekening met het randgebeuren. En dat vraagt natuurlijk voor deze zaterdag wel wat extra aandacht. Omdat je meer toeschouwers hebt dan normaal. Omdat de belangen groot zijn. Maar aan de andere kant, dat hoort ook gewoon bij je voorbereiding als speler. Ik heb tegen de jongens gezegd, Barcelona speelt elke week als ze thuis spelen voor 100.000 mensen. En die halen ook gewoon het topniveau. Dus dat kunnen wij ook. Eigenlijk twee opvallende dingen in de opstelling. Jasper Boeland speelt, Cerezo van Gooyen speelt niet. Kun je die toelichten? Ja, blessure van Cerezo. Hij heeft dinsdag een klein tikkie gehad op de training. En we hebben besloten geen risico te nemen. Hij zit wel op de bank, omdat hij best een gedeelte van de wedstrijd kan spelen. Maar we gaan niet met hem starten. Ja. En daarvoor speelt Jasper. En bekende naam op de reservebank, Henry de Graaf. Ja, nou ja, van de week natuurlijk goed nieuws gehad. Henry blijft toch bij IJsselmeervogels. Wij als spelersgroep en staf hebben heel veel vertrouwen in Henry. En ik ben heel blij dat hij blijft. Bovendien gaat hij ook volgend jaar weer een studio pakken. Dat hij iets minder tijd heeft om heen en weer te reizen. En we zijn blij dat we hem voor de club hebben kunnen behouden. Maar het feit dat hij vandaag op de bank zit, daar was hij ook wel een beetje aan toe. Dus dat het ene heeft niet alles met het ander te maken. Nee, van hem natuurlijk wel heel erg bijzonder. Absoluut. Het is een echte Spakenburgse jongen met een rood-wit hart. En hij zal hier extra van genieten, denk ik. Dankjewel, veel plezier.
van Spaak. Wat een bijzondere laatste derby voor jou. Ja, 3 punten. Je neemt de koppositie over en je mag 2 keer scoren. Wat wil je nog meer als spits? Waar had je van tevoren van gedroomd? Van wat voor derby? Eentje die we winnen. En dat is gebeurd. En hoe, dat maakte mij niet zoveel uit. Want ja, het was de kans om de koppositie over te nemen. En ja, dat hebben we gedaan. Dus dat is gewoon een pluim voor de groep. Ja, op het einde werd het wel heel erg spannend, hè? Ja, we gaan mee in de malaise. Wij moeten dat niet doen. Je ziet dat we, als we 3 keer een bal in het midden spelen en we durven te voetballen, dat we gewoon heel makkelijk er doorheen kwamen. En we verzuimden dat te doen. En ja, met de lange ballen van hun, met Hans en met Jeroen Hessing, is het gewoon gevaarlijk. En ja, Thijs Houwing die er altijd op bloed, dat soort ballen. En nou ja, we hebben het gewoon over de streep getrokken en dat is wat telt. Ja, je ging er al vrij vroeg af. Kramp, blessure? Ja, ik had kramp, het schoot in beide kuiten erin. Dan vind ik verstandig om een fit iemand in te brengen. Ja, het liefst had ik hem uit willen spelen, maar ja, dan maar liever met een fit persoon. Ja. In principe heeft vandaag de verdiende winnaar de 3 punten gekregen? Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Alhoewel ik misschien wel eerlijk moet zeggen is dat de goal van Hessing. Ik bedoel, ja, ik vond het op zich van mijn oogpunt wel een gewone goal. En die wordt dan afgekeurd. Ja, het is wel een beetje geluk wat je moet hebben. En gelukkig hebben wij dat vandaag. Dus dat moet je ook een beetje hebben. Ja. Staat hij nu ook vandaag al de kampioen of is het nog niet beslist? Nou, over 3 wedstrijden weten wij pas wie de kampioen is. En dat is afwachten. Ik bedoel, wij moeten gewoon volgende week ook een zware wedstrijd spelen tegen Katwijk. Krijg je ook niks cadeau. En als je daar geen punten haalt, als je daar geen overwinning haalt, dan is het misschien vandaag voor niks geweest. En wij beseffen het goed als groep. En we gaan er volgende week gewoon weer hard voor trainen om daar een goed resultaat neer te zetten. In de wetenschap dat hun tegen Rijnsburg moeten spelen. Dus we zullen het zien. Hoe gaat je laatste derbyavond eruit zien? Ik weet het niet. Ik laat het op zijn beloop. Ik laat het op zijn beloop. Veel plezier, dankjewel. Michael Harder, wat een bizar schot. Ja, bizar schot. Ja. Ik denk, ik haal maar eens uit van 25 meter. Ik wist dat de keeper ook natuurlijk onder spanning staat deze wedstrijd. En we hebben al vaker tegen de jongens gezegd, je moet gewoon schieten. Want in die derbies heeft hij wel eens vaker rare momenten gehad. Ja, en ik denk, ik schiet en er zat een zwabber aan. En die vliegt er nog hartstikke mooi in ook. Veel opgeoefend? Nou ja, gewoon met trainen. Natuurlijk schiet je wel eens. Ik vind zelf dat ik persoonlijk wat meer op doel moet schieten als middenvelder. Maar dat je nu een derby scoort is wel mooi. Het is wel weer een gekke derby, hè? Ja, het is weer een knotsgekke derby. Ja, alles zit er weer in. Een rode kaart, doelpunten, weer tegendoelpunten, weer opstootjes, trappen, ja, natrappen, van alles. En het was gewoon een fantastische derby om mee te maken. En gelukkig hebben wij het langs het eind getrokken. En daar moet ik de hele groep voor mee completeren. Ja. Verdiende overwinning ook? Ja, ik vind het zeker verdiend. Hè. Ik vind dat we gewoon het beste spel van de hele wedstrijd hebben gehad. Als je zag hoe wij combinatiespel, we konden eigenlijk nog wat meer doelpunten erbij maken. Ja, en ik vind dat we gewoon terecht gewonnen hebben. Maar die slotfase, hoe hoog was je hartslag? Ja, dat was erg hoog. Ja, ik gaf aan de training dat ik niet meer kon eigenlijk. Want ja, het is toch een stukje spanning en je wil alles geven. Dus ik zat er doorheen. Ja, en dan zit je op de bank. Ja, en dan ging mijn hart tekeer, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar ja, je hebt de 3 punten. Is dat het nadeel van een Spakenburger zijn in de derby? Dat je alles wil geven en dat je na 70 minuten helemaal leeg bent? Ja, dat denk ik wel. Ja, je moet soms even rust houden. Maar ja, je wil soms te graag. En het is ook met een stukje zenuwen en dat soort dingen. Je kan me er goed van afzeggen, maar ja, het gaat toch ten koste van je energie. En
Ik vind dat ik het nog gewoon goed heb gedaan en lang volgehouden heb. En ik zei gewoon eerlijk dat ik het niet meer vol liet. En we moeten niet overlopen worden. Is vandaag kampioenschap beslist? Ik denk dat we een goede stap in de richting hebben gezet. Ja, we hebben nu gewoon alles in eigen hand. En volgende week hebben we Katwijk ook een lastige. En als we die winnen, dan worden we kampioen. Dankjewel. Veel plezier vanavond. Bedankt. Fred Katipana, wat een bizarre derby hè, weer. Hè? Ja, mooi toch? Ja, alles erop en eraan. Je komt 1-0 voor. En dan kom je 1-1. Maar ik denk dat we wel het besef en het geloof bleven houden. En dan uiteindelijk win je met 3-2. En dan is de ontlading heel groot natuurlijk. Omdat er stond veel op het spel. En we staan nu twee punten voor. Op de aartsrivaal. En volgende week nog een belangrijke wedstrijd. Maar ik denk dat je nu wel een goede stap hebt gezet. Vandaag de verdiende winnaar gezien? Nou ja, als je wint is het altijd verdiend. Was het voor jou überhaupt om weer je eerste derby sinds je blessure te spelen? Ja, voor mij persoonlijk is het natuurlijk, ik ben er lang uit geweest. En er kwam wel eens wat extra spanning bij kijken, maar niet zo erg dat ik stond te shaken in het veld. Ik weet wat ik kan en ik heb gewoon mijn taak zo goed mogelijk uitgevoerd en ik denk dat het wel goed is gegaan. Waarin uit die spanning zich? Dat is met name voor de wedstrijd. Maar zodra... Voor de wedstrijd, hoe gaat het dan? Hoe ben je als je gespannen bent? Ik pak wat meer mijn tijd voor alles. En dat heb ik vandaag gedaan. En normaal, ik heb wel altijd mijn vaste dingen. Maar nu doe ik er extra lang over. En, ik ging ook extra vroeg naar bed en ik stond ook extra vroeg op. Dus ik denk wel een goede wedstrijdvoorbereiding. En loon naar werk, hè. Mooi om te zien hoe de supporters jou helemaal omarmen, hè, tegenwoordig. Ja, dat... Misschien komt het door het stukje wat ik laatst in het boekje had gezegd. Nee, maar dat is oprecht uit mijn hart. Ze hebben me altijd blijven steunen. En dan is het mooi dat ze mijn naam scanderen. En je doet het ook natuurlijk voor die mensen. En het is een mooie club. Is vandaag de titel al beslist? Nou, beslist wil ik niet zeggen. Maar je hebt gewoon een goede stap gedaan in de race om het kampioenschap. En we hebben het nu helemaal in eigen hand. Dus als je volgende week wint, het zal een moeilijke wedstrijd worden. Dat beseffen we ook goed. Maar dan ben ik er wel van overtuigd dat we aan het eind van de rit weer met de schaal omhoog staan. En vanavond? Ik ga vroeg naar huis, Real Madrid-Barcelona, El Clasico, hè? Dus de tweede. Ga je serieus kijken? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ik even lekker naar de sport al ga. Veel plezier, dankjewel. Jans Hartman, wat een knotsgekke derby weer, hè? Ja, dit was ook weer een derby met alles erop en eraan. En ik vond dat we vandaag heel wisselvallig waren. We hebben fases redelijk gevoetbald. En we hebben fases ook slordig gespeeld. Vond ik te veel de lange bal. Terwijl we wel een man over hadden in de opbouw. Maar goed, uiteindelijk hebben we denk ik wel iets beter voetbal laten zien. Hebben we ook net wat meer kansen gecreëerd. Omdat je twee keer op voorsprong komt, moet de tegenstander natuurlijk risico's nemen. Nou, net na rust, fase waarin we wel goed spelen, maken we een uitstekende goal. En uiteindelijk was dat beslissend natuurlijk. Had je zo'n wedstrijd verwacht? Ja, het zijn altijd wedstrijden met alles erop en eraan. En de wedstrijd krijgt toch weer een rare wending. Ik denk als na die 3-2 zijn geen rode kaart pakken, dat het nog een hele gekke slotfase krijgt. Nu hadden we een man meer, dus konden we ze redelijk onder druk zetten en toch een man overhouden achterin. En we hebben ook geen kansen meer weggegeven. Maar aan de andere kant, we wisten de ruimte ook niet goed te benutten. 1 keer in blessuretijd. Ja, dat moet dan eigenlijk natuurlijk een goal zijn. Maar goed, dat hadden we beter uit moeten spelen, vind ik. Neem niet weg. En dat we natuurlijk met z'n allen heel blij zijn met de overwinning. Ja, want ik kan me voorstellen dat die rode kaart valt op een gegeven moment. Maar ik denk niet dat je er gerust op was. Want het was nog behoorlijk spannend in de slotfase. Ja, het was natuurlijk wel spannend. Maar nogmaals, we gaven heel weinig kansen weg. En zij hebben dan een hoop fysieke kracht. En ze sturen verdedigers naar voren. Ze hebben een hoop lengte in de ploeg. Maar goed, uiteindelijk kregen ook even die lange mensen rood. Daardoor werd het voor ons weer iets overzichtelijker. En nogmaals, ik denk dat we verdiend gewonnen hebben. Maar het was zeker geen goede wedstrijd vandaag. Ja, dus veel kritiek op de scheidsrechter. Wat vind jij van zijn rol? Ja, goed. Ik denk dat hij aan beide kanten beslissingen heeft genomen die goed waren en die minder goed waren. Ik vind niet dat hij een doorslaggevende rol had. Het zijn ook gewoon hele moeilijke wedstrijden. Er gebeurt zoveel en je moet zoveel belangrijke beslissingen nemen. Dat je nooit alles goed kan doen. Dus ik vind tijdens de wedstrijd kan ik alle emoties begrijpen. Na afloop vind ik, moet je vooral naar je eigen ploeg kijken. En daar kun je wel van alles gaan bediscussiëren. Maar wij hebben momenten gehad dat wij ons benadeeld voelden. Dat zullen ongetwijfeld de buren ook gehad hebben. En uiteindelijk nogmaals, moet je naar je eigen spel kijken. Wat kun je doen als ploeg, wat kun je doen als coach. En over de hele wedstrijd hebben wij denk ik verdiend gewonnen. Ja. Vanavond El Clasico.
Ja, ik weet niet of ik daar aan toe kom. Ik ga in ieder geval zo even een lekker wijntje drinken. En ja, wij zijn uiteraard hartstikke blij met de overwinning. Daardoor komen we bovenaan. De rest ons nog drie finales. Maar dit is wel heel prettig. Dankjewel, veel plezier vanavond. Gaat lukken.